Ja, ik heb daar ook gestaan net. En ik ben nog nooit zo geschrokken in mijn leven. En ik wat dacht u? Wat dacht u dat het was? Wat ik dacht? Ik dacht dat ik... Ik kom vaak in Jeruzalem voor vredesmanifestaties. Nu in juni ook weer. En ik weet wel iets van de Arabische taal. Ik dacht dat ik hoorde roepen, daar helemaal achter, aan die kant, Ali Akbar. Dat betekent Allah is groot. Dus ik dacht, mijn God. U dacht, dit is een aanslag? Ik dacht, dit is een aanslag gewoon. Nou, gelukkig niet dus. Maar mijn hart ging boem, 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 boem. En ja, we renden met al die mensen en ik viel ook op de grond. En op een gegeven moment, na een minuut of vijf, ja, toen begon het duidelijk te worden dat het niet vreselijk ernstig was. De menigte stond opeens naar achter allemaal. En ja, daar vielen kinderen ook om. Daar gingen mensen ook over kinderen heen lopen. Dus ja, daarna werd duidelijk dat er niet echt iets een ongeluk is gebeurd. Maar het was wel de rust was verstoord. Ja, wat er gebeurd is, ik stond achter het hek, zeg maar, hier zo recht voor de dam, zeg maar. En opeens hoorde je een hele harde schreeuw, zeg maar. En die hoorde je twee keer achter elkaar. Dat was in de twee minuten, zeg maar, dat het stil was aan het einde. En opeens begint iedereen te rennen. En voordat ik het weet, lig ik, zeg maar, twee meter verder op de grond. En ja, op dat moment blijven de mensen doorrennen. Maar op een gegeven moment begint iemand hard te roepen. En opeens stopten mensen. En anders was je inderdaad gewoon onder de voet gelopen. Ja, dus, maar wat werd er geschreeuwd? Ja, dat was niet hoorbaar. Het was een hele harde schreeuw, zeg maar niet herkenbaar, zeg maar. Niet van help of dat iets dergelijks. Dat allemaal niet. Wat een schrik. Ja, nou schrik ik gelukkig niet zo heel gauw. Ik stond vooraan bij de mensen die namens de verenigingen aanwezig waren. Ja, je zag op een gegeven moment, dacht eerst, er wordt geschoten. Nou, later bleek, dachten we, van nou, het zijn rotjes. Ja, toen op een gegeven moment kwamen we erachter wat er wel aan de hand was. Maar ik vond het wel, ja, toch wel erg dat die mensen zo geschrokken zijn. En dat kon ik in mijn vak tenminste merken, dat er dus een heleboel kinderen behoorlijk beschadigd waren. Dat vond ik heel triest.